En vandaag gaan we je laten zien hoe je moet shooten. Wat is een shoot? Het is vaak een optie om naar een takedown te gaan. We gaan vaak met een shoot naar zijn benen toe. En je hebt een paar manieren. Een echt basic shoot. Wat je doet, je wilt eigenlijk een beetje door hem heen gaan. Wat je doet, je stapt naar voren en je zakt door je lichaam. Wat veel beginners al doen, en kijk daar dus voor uit, ga niet dit doen. Kijk op je knie naar Nederland. En je beseft jezelf makkelijk. Ten tweede, je hebt die afstand niet. Die afstand is veel te ver. Als ik nu een been oppak, is hij al weg. Hij springt al weg naar huis. Je wilt echt door hem heen gaan. Dus daar maken we die stap. Bam. Nu mijn gewicht gaat naar voren. Nu als ik omlaag ga, heel veel beginners komen hier niet uit. Door mobiliteit misschien. Of omdat ze weer dit doen. Je wilt je heupen naar voren gooien. Boom. En je knie, je voorste knie naar de grond brengen. Waarom je voorste knie? Je wilt die ertussen hebben om deze vervolgens bij te stappen om eventueel tekens te gaan maken. Let er wel op, in MMA, heel veel mensen die veel met worstel of grappling bezig zijn, vergeten dat je ook jezelf moet blokken. Dus ga niet al wagenwijd open shooten. Of hier shooten. Je vraagt dan om klappen. Simpel. Probeer je handen bij te houden tot het laatste moment. Veiligheid voorop, nogmaals. Stel, hij geeft mij een knie. Heb je natuurlijk de blok weer door te gaan. Het is zonde als je dat niet hebt. Of je gaat slapen, of je hebt heel veel schade. Dat kan je ook doen terwijl je al dichtbij bent. Dan hoef je niet per se bij te stappen. Kan ook, maar dat doe je vaak vanaf een clinch. Wat je ook kan doen, is shooten zonder helemaal naar de grond te gaan. Ik ben vaak een langer persoon dan mijn tegenstander. Ik vind dit wel fijn. Omdat ik minder grote afstand hoef te overbruggen. En ik zit meer in mijn comfortzone dan. Ik zit meer in controle. Ik kan altijd nog terugstappen. Nou, dit komt wat meer voor in MMA. Omdat je het makkelijk kan inleiden. Met worstelen zelf wordt het lastig. Bijvoorbeeld, ik geef een linkerhoek. En ik ga alleen omlaag. Dit telt ook als een shoot. Je komt bij zijn benen, je verlaagt je level. Dus je maakt meer level change dan een complete shoot. Wat je doet, je brengt hier, je geeft bijvoorbeeld een linkhoek, je stapt in, zakt en gaat erin. Boom. Je hoofd hou je hoog, je houdt je hoofd niet hier en ver, want dan kan je gewoon guillotines pakken of wegkomen inderdaad. Je wilt wel stabiel zitten en dan kan je vanaf hier, kan je door naar andere regels, naar de rug, etc. Oké iedereen, dat was de video voor vandaag. Hopelijk heb je wat nieuws geleerd of iets verbeterd wat je al wist. Zo ja, like, subscribe, tot de volgende keer.